Goedemorgen allemaal. Kijk, wat goed dat jullie er allemaal zijn hier op deze feestelijke dag. De kinderconferentie Toon Karakter. Wij zitten bijvoorbeeld allemaal op een openbare school. Een openbare school is een school waar iedereen wordt gerespecteerd. Maakt niet uit als je nou christenen bent of moslim of homo of lesbisch. En dan maakt helemaal niks uit. Iedereen moet gewoon zichzelf blijven en doen wat hij wil. Op onze school hebben wij dus dat het niet uitmaakt of je nou in welk niveau je leest of zo. Je bent gewoon, je kan gewoon meegaan, maar je bent gewoon op je eigen niveau. We hebben stenen gekozen en toen hebben ze met verfstiften iets erop getekend wat je karakter was. Ik heb op een steentje getekend zo'n lampje. En dat staat dan voor dat ik ideeën heb en dat ik mensen kan helpen met mijn ideeën. Steentje bijdragen aan de samenleving voor als jij als creatief kan ook voor vrolijk staan bij deze. En als je dan bijvoorbeeld iemand verdrietig is, kan je een steen geven. En dan draag je een steentje bij aan iemands gevoel. We hebben gedebatteerd, dus we moesten eigenlijk, we kregen een soort van stelling. En dan had je een voorpartij en een tegenpartij. En dan had je ook nog de jury. Ik vind dat het wel goed is, omdat je dan ook andere kinderen leert kennen. En dat je veel kunt leren van iedereen zijn eigenschappen. Dit is heel leerzaam. Sommige kinderen zijn misschien wat verlegen. En misschien kunnen ze van deze dag leren om niet verlegen te zijn. En gewoon sterk in je schoenen te blijven staan. Ik leer ervan om zeg maar door te zetten met alles wat ik doe. Volwassenen hebben meer dat als je anders bent, dan nemen ze afstand van jou. Maar kinderen hebben gewoon meer respect. De belangrijkste boodschap die ik zou willen meegeven van ben vooral jezelf. Wees nieuwsgierig naar de ander. Want uiteindelijk komen we in toch de grote buitenwereld. En daar kun je toepassen wat je ook vandaag een klein stukje hebt geleerd. Als iedereen op elkaar gaat reageren omdat hij anders is, veroorzaakt er helemaal ruzie en dat is niet de bedoeling. Iedereen is gelijk en daar is het gewoon altijd belangrijk om aandacht aan te besteden, vind ik.